Op en rond scholen en voetbalvelden heersen nogal eens wat vooroordelen en wordt er ook gepest en gediscrimineerd. Om hier tegen te strijden is de maatschappelijke stichting NEC doelbewust het antidiscriminatieproject Open Your Mind gestart. Belangrijk onderdeel is een theatervoorstelling, waarin vooroordelen besproken worden over onder meer homoseksualiteit, religie en handicaps. Het doel is dat alle middelbare scholen in de regio Nijmegen het project gaan draaien. Donderdagavond vond de aftrap plaats in het Roffertstadion. Was het hard nodig, dit project, Open Your Mind? Ja, ik denk het wel. Het gaat over discriminatie. Dus je ziet overal in het land zie je natuurlijk heel veel discriminatie. Heel veel kinderen worden gepest. Helaas ook wel eens op het nieuws, hè, met vreselijke gevolgen. Ik denk dat wij wel genoeg reden hebben om dit op te starten. En waarom dan die link tussen voetbal en middelbare scholen? Nou, wij willen als NEC natuurlijk, wij vinden ontwikkeling heel erg belangrijk, mentaliteit. We vinden het heel erg belangrijk om iets terug te geven aan de maatschappij. En een team als NEC kun je natuurlijk ook nemen als voorbeeld, hè, of als een kleine maatschappij. Je kunt het ook vergelijken met een klas. Er gebeurt eigenlijk ook van alles in zo'n team. Dus eigenlijk kunnen we ook makkelijk die koppeling maken. Buiten het feit dat we het ook met heel veel andere organisaties doen. Dus het is niet per se altijd iets met NEC te maken, hoor. Maar het kan wel een mooi voorbeeld zijn. Juicht u als algemeen directeur van NEC dit project toe? Nou ja, Open Your Mind is een onderdeel van NEC Doelbewust. En in onze visie staat samen beter. Je kunt alleen maar samenwerken als je ook gelijk bent. Dus Open Your Mind is een uniek project wat precies past in onze maatschappelijke doelstellingen. Discriminatie, vooroordelen, het komt overal voor, het komt veel voor. Kun je daar als voetbalclub überhaupt iets aan doen? Dat kun je zeker doen, sowieso door dit soort projecten te steunen. Niet alleen in de maatschappij en in de wijk, maar ook bijvoorbeeld aan de club te laten zien wat het belang is om gelijkheid in de maatschappij te hebben. En daarin heb je ook een voorbeeld en dat zien mensen ook en dat zullen ze ook gaan volgen. Jong geleerd, oud gedaan. Ja, zeker. Goed voorbeeld doet volgen in deze. Krijgt discriminatie op dit moment al aandacht bij u op school? Nou, wij zijn hier met twee mensen vanuit school, omdat wij in de voorgaande jaren mee hebben gedaan aan het project Iedereen Gelijk. Dus op die manier zijn we al bezig geweest met het thema. Nou, dat thema is nu min of meer afgelopen, tenminste het project Iedereen Gelijk. En nu komen we kijken wat Mindmix ons te bieden heeft. En Mindmix, ik ben al een paar keer bij ons binnenschool geweest. Dat de meiden bij ons het een en ander hebben laten zien, een presentatie hebben gedaan. Dus op die manier is er wel aandacht geweest al voor discriminatie op binnenschool. Is het nodig dat er nog aandacht aan wordt geschonken op scholen? Ja, dat is echt nodig. En ik moet zeggen van soms schrik ik er ook wel van. Natuurlijk het populaire taalgebruik van hey, jij of homo, weet je wat. Dat gaat zo makkelijk over de tong bij leerlingen. Meestal heel goed bedoeld. Maar je hoort ook echt wel van leerlingen die zich niet veilig voelen. En dat vind ik heel erg. Ja, ik vind dat een leerling zich veilig moet voelen op school. Dus als dat niet het geval is, moeten we daar kijken of we daar iets aan kunnen doen. Wat vond u ervan, van deze voorstelling? Ja, ik vond het heel, heel interessant. Snel in beeld van wat er geboden werd. En vooral de link die gelegd werd naar de nabespreking. En ook de verbinding met de diverse organisaties die hier wat mee te maken heeft. Vond ik erg interessant. Ja. Zou het ook iets kunnen zijn voor uw school om dat toe te gaan passen? Zeker, we hebben 3 activiteitenweken per jaar en dit soort dingen passen hier heel goed in. Ik denk dat het voor verschillende afdelingen bij ons in de school VMBO HAVO toepasbaar is. Ja, ja, VMBO HAVO, daar komt het ook veel voor? Vooroordelen, discriminatie? Nou, ik weet niet, we zitten op een streekschool en des te groter de uitdaging denk ik om dit soort onderwerpen aan de orde te stellen. Ja, dat klopt.